Eindelijk, de vakantie is begonnen en dan begin ik wel zo'n nostalgisch gevoel te krijgen. En dat is niet door die lange reizen naar Italië of de witte stranden in Spanje. Dat is eerder door mijn vakantievrienden op het Speeplein-Werking. En ik ga een kijkje nemen hier in de pretfabriek. Astrid, wat is er eigenlijk zo leuk aan de pretfabriek? Ze kunnen knutselen, ze kunnen gewoon rondlopen en verkleed zijn. Ze kunnen eigenlijk alles doen waar ze zin in hebben. Wat gaan jullie allemaal doen vandaag? Voetbal, basketbal, dansen. Het springkasteel. En ons huisspel dat we hebben gemaakt met de colablokken. Bij ons kunnen ze kiezen voor een halve dag, maar ook een volle dag. Wij vragen hier op de pretfabriek maximaal 5 euro per dag. Wij werken ook met een sociaal tarief voor mensen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming. En er zijn zelfs speelpleinwerkingen in Gent die volledig gratis zijn. Zoveel kindjes en zoveel activiteiten. En ik heb ook gezien dat jullie ook heel veel animatoren hebben. Hè? Dus ik veronderstel dat jullie genoeg hebben? Nee, eigenlijk niet. We zijn altijd op zoek naar nieuwe animatoren. Dus ze zeggen, ze zitten nu nog thuis en hebben zin om iets te doen. En je hebt heel veel zin om met kinderen aan de slag te gaan. Wel zeker naar de jeugddienst, want we gaan voor jou het perfecte speelplein vinden. Zouden jullie volgend jaar terugkomen? Ja! Maar dat is superleuk! Zoals we daarnet te weten kwamen, is de pretfabriek niet de enige speelpleinwerking hier in Gent. Nee, er zijn nog tal van anderen. En gelukkig maar, omdat er gewoon heel veel kinderen zijn die recht hebben op een toffe vakantie. En daarom organiseert VZW Jong nog tal van andere speelpleinwerkingen. Gelijk hier, een speelpleinwerking op de welzijnsknoop. Monika, wie komt er allemaal hier in het speelpleinwerking? Oh, er is heel veel variatie op eigenlijk. We hebben heel veel verschillende kinderen met verschillende nationaliteiten. Verschillende leeftijden eigenlijk, van 6 tot 12. We spelen in wat de kinderen graag doen. Zoals gisteren hebben we muziek opgezet, hip-hop, en hebben zo'n beetje een battletje gedaan. En het worstelen, dat is wel iets nieuws voor mij, hè? Ja, wel, we hebben dat ingebracht eigenlijk om zo hun energie een beetje te kanaliseren. Zo. Welke activiteiten doen jullie nog? Voetballen buiten, fietsen en zwemmen en ook wandelen met kindjes. Ik vind niks leuker dan eigenlijk met kinderen bezig te zijn, activiteiten voor hun te vinden, met hun samen te spelen. Het kind in mij mag dan ook een keer naar boven komen. 1, 2, 3, piano! Jij mag terug. Nee, nee, jij. Ja, terug, terug. Jij ook terug. Terug. Zoals je ziet, speelpleinwerking, dat is voor iedereen. En je kan meer informatie vinden over het uitgebreide aanbod op de website van Stad Gent.